Beste Vuelta-liefhebbers, hier is de sportverteller weer met een korte nabeschouwing van de 11e etappe van de Vuelta. En jazeker, het was niet echt verrassend dat er veel vluchters eigenlijk gewoon een soort vrijbrief kregen van het peloton om het uit te gaan maken voor de ritzegen. En dat gebeurde dus. We hadden een zeer grote groep van 26 man, waaronder Thomas, Ganna, Saicedo, Kroon, Gregoire en Herrera. En op de laatste beklimming ontplofte het helemaal. Herrera had het beste overschot op deze steile beklimming en nam daardoor de bolletjestrui over van Sepulveda. Tweede was Gregoire en derde was Kroon. De klassementsrenners deden niet veel, een klein speldeprikje van Evenepoel, maar alle klassementsrenners bleven bij elkaar bij de finish.